Zo jongens, het volgende verhaal is koning David. Ik ben benieuwd. Ik heb het verhaal nog niet eerder gelezen. Weer gaan vele jaren voorbij. De zoon van Rut, Bozert, is groot geworden. Hij is getrouwd en heeft kinderen en kleinkinderen. Een van de kleinkinderen is David. Hij woont in Bethlehem. Boontje. Hij is de jongste thuis. Hij zorgde voor de schapen van zijn vader. Dan komt de profeet Samuel bij David. Bij David. God had tegen hem gezegd: ga naar Bethlehem en zal de herdersjongen David in. Hij zal later koning worden van Israël. Toen niet. Maar er komt een oorlog. De Filistijnen willen het land veroveren. De koning Saul roept zijn als soldaat op. Ook de broers van David moeten mee om tegen de Filistijnen te vechten. Na een tijdje gaat David en zijn broers op zoek. Hij hoort dat Saul en zijn soldaten erg bang zijn. Want elke dag komt ten leger van Filistijnen een reus naar voren. Goliath heet hij. Hij is bijna 3 meter lang. Hij heeft een helm op en draagt een harnas. Hij heeft ook een speer en een groot zwaard bij zich. Hij brult: wie durft mij met mij te vechten? Ha, jullie durven niet, zegt hij. Jullie zijn bang. Hemig. Dan gaat David naar de koningscel. Koning, zegt hij, als niemand zich tegen Goliath durft te vechten, doe ik dat wel. Als schaapherder heb ik leeuwen en beren verslagen. God heeft me daarbij geholpen. Hij zal me ook wel nu helpen, vragen, zegt hij. Goed, ga dan maar, zegt Saul tegen hem. Dan zoek ik David in de beek van 5 gladde stenen en stop die in de herderstas. Zijn slinger houdt hem bij de hand. Als Goliath dan zielt, brult hij: ha, kom maar op, jochie. David rent op hem af. Hij steekt zijn hand in zijn tas. Hij pakt de steen en hij slingert die weg. Precies tegen het hoofd van Goliath. Amai, dat is wat veel. Goliath wankelt en valt op de grond. Hij is dood. Als de Filipijnen dat zien, vluchten ze allemaal de kant op. Maar de Israëlieten zijn niet blij. De Filipijnen zijn niet blij. Maar de Israëlieten zijn wel heel erg blij. Wauw. Ze vieren feest en zingen voor David een lied. Lang leeft David. David is onze held. Hij heeft de Filistijnen verslagen. Hij wil ons slingen met een steen. Hij heeft de Filistijnen verslagen. Hij wil ons zelfs zonder zwaard. Jaren later gaat de koning zelf dood. Israëlieten willen dat David de koning wordt. En ze weten dat God het ook wil. Zo gebeurt het. David gaat in een heel mooi paleis wonen in de stad Jeruzalem. David denkt terug aan de tijd dat de Israëlieten door de woestijn trokken, op weg naar het beloofde land. Mozes heeft toen de woorden van God op een steen geschreven en die in een gouden kist gedaan. David laat de kist naar Jeruzalem brengen. De Israëlieten vieren feest en David danst ook mee. Later bouwen ze in Jeruzalem een prachtige tempel. Hier komt het gouden kist te staan. De mensen gaan naar de tempel toe om te bidden. De priesters doen hun werk. En elk jaar als het feest is, komen de mensen van alle kanten naar de tempel. Ze danken God voor alles wat hij heeft gedaan. Het volgende verhaal gaat over Jona.
Jona en Nineveh. Jona is iemand die is een beetje eigenwijs. Die denkt van, oh, ik doe lekker niet wat God wil. Maar zoals God zegt, jawel. En dan gaat dit verhaal over, jongens. Op een dag roepen God, zei profeet Jona. Jona, sta eens op. Ga naar Nineveh, de grote stad. En zeg de mensen daar dat ik hen zal straffen. Want ik zie dat ze veel slechte dingen doen. Maar Jona wil niet. Hij loopt weg. Hij gaat naar de stad, Javo. Daar in de haven ligt een schip. Jona geeft de kapitein wat geld. En mag meevaren naar een ver vreemd land. Dat is een straf. Hij is dat een hele straffe man, Jona. Als we midden op zee zijn, laat God het ineens flink wat waaien. Hoge golven slaan tegen het schip. De zeelui worden bang. En roepen om hulp. Beneden in het schip ligt Jona te slapen. Hij slaapt door alles heen. De kapitein gaat naar hem. Wakker worden, slaapkop, roept hij. We verdrinken. Bid tot je God. Misschien zal hij ons helpen. O jee, ik vraag me toch af of dat nou echt wel oké is dat hij dat doet. Maar Jona ziet wat er aan de hand is. En zegt... Het is allemaal mijn schuld. Luister, ik ben een knecht van God die in de hemel de zee op aarde laat en heeft gemaakt. Van die God ben ik weggelopen. Daarom hebben we nu een storm. Hoe heb je zoiets kunnen doen? Schreeuwen ze de zee luid tegen hem. En wat moet er nu gebeuren om de zee weer rustig te krijgen? Gooi me maar in zee, antwoordt Jona. Dan zal het wel stil worden. De zeelui willen Jona niet overboord gooien. Ze proberen naar de kust te gaan roeien. Maar dat lukt niet. Want de zee moet steeds ruwer en ruwer. Ten slotte doen ze wat Jona heeft gezegd. Ze gooien hem in de zee. En meteen wordt de zee weer kalm. Ai, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen, jongens. Eigenlijk, toch wel een beetje. Oh. Jona verdwijnt onder water. God laat een grote vis komen die Jona opslokt. In de buik van de vis bidt Jona tot God. Ik roep het tot mij, mijn God. Red mij uit de diepte van de zee. En God, hij helpt hem. 3 dagen later spuugt de vis Jona weer uit op het strand. Dan roept God, zijn profeet, voor de 2e keer. Sta op, Jona. Dan roept God, zijn profeet, voor de 2e keer. Stap Jona, ga naar Nineveh, de stad, de grote stad, en vertel daar de mensen dat ik ze zal straffen. Dit keer luistert Jona wel. Als hij in Nineveh is, roept hij mensen daar naar zich toe. Over 40 dagen zal jullie stad een grote puinhoop zijn. De mensen van Nineveh geloven dat. Ook de koning gelooft het. De koning staat op van zijn troon. Hij zet de kroon af en trekt de oude kleren aan. Zo bedroefd is hij. Dan zegt hij tegen de mensen in Nineveh: luister goed, jullie mogen niets meer eten of drinken. Ook de dieren niet. Jullie mogen ook geen mooie kleren meer dragen. En jullie moeten allemaal tot God bidden. En zeggen: God, we hebben er spijt van dat we zulke slechte dingen hebben gedaan. Misschien is God dan niet boos meer. En blijven we allemaal leven. God ziet dat de mensen in Nineveh spijt hebben. Hij besluit de stad niet meer te straffen. Buiten de stad in de hitte wacht Jona af, maar er gebeurt niets in de stad. Wat is hij boos? Ik wist het wel, zegt hij tegen God. U bent veel te goed voor de mensen. Gelukkig laat God vlakbij hem een boom groeien. Jona kan nu fijn in de schaduw zitten. Zo boosheid wordt de alweer wat minder. Maar de volgende dag dan laat God de boom verdorven. De zon schijnt fel op het hoofd van Jona. Verschrikkelijk, denkt hij kwaad, maar hij was ook maar dood. Dan zegt God tegen hem: ben je nu alweer boos? Ja, antwoordt Jona, natuurlijk ben ik boos. Maar luister dan toch, Jona, zegt God. Jij wilt dat de boom blijft leven? Zo wil ik dat mensen en dieren in Nineveh ook blijven leven. Wat een mooi verhaal.
Volgende keer gebeurt er een heel ander verhaal. Ik geloof iets heel anders. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei, later.